Daar zien we de op dit moment hoofdtrainer van FC Utrecht, René Haken. Met zijn assistent Rick Kruis. Maar tot een paar weken geleden was Haken natuurlijk nog gewoon de coach van Jong FC Utrecht. Zijn laatste wedstrijd was Dordrecht tegen Jong Utrecht. Jong PSV heeft 14 punten. Jong Utrecht een puntje meer. En je kunt wel stellen dat de ploeg die vanavond wint een flinke stap zet op weg naar het linker rijtje. Als Jong Utrecht vanavond wint, dan stijgt het naar de 11e plaats in de keukenkampioendivisie. Ook Ruud van Nistelrooy is op de hertgang. Had eventueel ook op de bank kunnen zitten bij Jong PSV. Maar Edwin de Wijs is dus de vervanger van de geschorste Peter Uneke. Opstelling van Jong PSV op zes posities gewijzigd ten opzichte van die wedstrijd. Afgelopen vrijdag tegen MVV. Maxime de Lange staat onder de lat. Achterin Sambo, Krekels, Daverveld en Vos. Op het middenveld Keule en Duda. Christensen, Touré, Ledesma en Pirou. Ze hebben allemaal een basisplaats gekregen. En voor Joël Pirou is het dus een rentree. Nu is hij hersteld van corona. En bij Utrecht voor het eerst trouwens onder de lat. De Duitser Erik Eulschlegel. Achterin Mokono, Akmoum, Mamengi en Van der Kust. Op het middenveld Lomwijk, ex-PSV, Ashefaye en Boussaïd. Voorin Arzani, Hilterman, de topscorer, en Silla. Wedstrijd die overigens vooraf gegaan wordt door een minuut stilte. Ter nagedachtenis aan de overleden oud-voorzitter Harry van Rai. En daar zit de coach die dus geschorst is, Peter Uneke. Ledesma. Deze hoekschop levert een kopkans op voor Pirou. Hij is dus terug. Vorig seizoen nog door PSV verhuurd aan Sparta. Joël Pirou. Jong PSV had de bal, maar leeft hem vrij gemakkelijk in. Silla gaat schieten. Bal van richting verandert en dat is niet ongevaarlijk. Het wordt een hoekschop. Kijk je fans, joh! Christopher Mamengi mee naar voren, net als Mokono en Akmoum. Iets meer lengte bij Jong Utrecht. Hilterman duwt, maar het mag door. Ledesma, als hij de bal kan controleren, kan Jong PSV er snel uitkomen. Mokono is ontzettend rap terug. En onderschept alweer bij Touré. Ook Mokono krijgt te horen dat hij Arzani meer moet coachen. 44 doelpunten waren er te zien bij de eerste 11 wedstrijden van Jong PSV. Nu mogelijkheden voor Utrecht. Ashefaye aan de rechterkant. Arzani, die krijgt de kans. Arzani goed naar binnen gekapt. En dan moet het raak zijn, maar het is niet raak. Want die bal wordt net voldoende afgeremd door Maxime de Lange. 100% kans voor Arzani. Die dit heel goed doet, het uitspelen van Daverveld. Die is hier gezien. En dan is het uiteindelijk Matthias Keule die de bal daar weghaalt. Ashefaye kreeg als taak mee dat hij Arzani wat meer... Omdat Arzani niet op de juiste manier druk zet. Of dat vaak ook gewoon helemaal niet doet. Ashefaye krijgt de bal bij Van der Kust. Met Christensen gaat het wel weer. Hilterman uit de draai geschoten. In ieder geval tussen de palen, maar geen hele moeilijke bal voor Maxime de Lange. Kun je wel om een boodschap sturen. Boussaïd heeft natuurlijk veel ervaring ook. Zowel bij NAC als bij Utrecht. Veel Eredivisie gespeeld. Van der Kust, Boussaïd. Een balletje, Ashefaye. Lomwijk gaat schieten. Lomwijk, de keeper, moet toch nog een rebound toestaan. En Hilterman rost hem tegen de paal.
lastige stuit in die bal van Lombijk. Hoek was lastig voor Hilterman. Toch probeert hij het. Zo komt Jong Utrecht steeds dichter bij de openingstreffer. Achefai en Boussaïd, zij hebben het middenveld in handen. Akmoem. Achefai krijgt een schop van Touré. Het spel gaat door en de bal blijft hier liggen. En levert geen treffer op, omdat de tackle van Mohamed Douda uitstekend is. Hij zorgt ervoor dat Achefai uiteindelijk die bal die terugkomt van de keeper hier niet binnen kan schieten. Jong Utrecht verdient de voorsprong. Van de kust. Goeie dribbel. Hilterman. Van de kust. Doet het zelf en scoort. Wat een goede goal is dat van de linksback. Mooie aanval. Hij werd al aangemoedigd door zijn coach, Ab Plugboer. Nam het initiatief, zoekt de combinatie en uiteindelijk met het nodige geluk, want die bal wordt wel van richting veranderd, zit hij erin en staat het 0-1. Van de kust maakt zijn eerste in dit seizoen. Achefai van de bal gezet door Daverveld. Maar hier is de bal alweer voor Jong Utrecht, voor Lombijk. Hilterman ligt op snelheid. Krijgt hij goed voor die bal. Overtreding. Veel meer dreiging in het spel van Jong Utrecht. Mokono. Grote passen. Hard schot. Dat scheelt niet zo heel veel. Met overtuiging uitgehaald door Arzani. Bij Otman Boussaïd. Coupage hier. Hilterman. Hilterman. Oh, dat moet de tweede zijn. Grote kans voor de spits van Utrecht. Om de voorsprong te verdubbelen. Mooi steekpaasje van Boussaïd. Geen buitenspel. Dan schuift hij hem naast. En de botsing daarna is niet plezierig voor de Lange. Dit pakt niet echt lekker uit voor Jong PSV. Achefai. Kan eventueel terug naar Mokono. Hij kiest voor Lombijk. Lombijk schiet. Oh, wat een lekker schot. Bal op de lat. Volgende moment waarbij Utrecht ontzettend dicht bij 2-0 is. Stijlvolle trap van de oud-PSV'er. Fofana, Pirou. Maar naartoe. Zo kan Jong PSV weer van voren af aan beginnen. Wordt er niet goed ingespeeld door Daverveld. En kan Utrecht misschien gaan profiteren. Arzani, Hilterman bij de tweede paal. Arzani doet het weer zelf. Een beetje te veel op zoek naar eigen succes. Die Australië. Kjölle. Tielemans. Daar komt PSV weer. Sambo. En met de buitenkant. En dan zit hij erin ook hier. Tielemans met het hoofd. Het staat 1-1. Nadat Jong Utrecht de kansen kreeg om op 2-0 te komen, staat het nu gelijk. Via invaller Tielemans. Boussaïd. Voor die goal. Achefai. Dat soort dingen doet hij telkens goed. Bal laten lopen. Weet vaak waar de ruimte is. Arzani uit stilstand. Niet onaardig. Vos die hier de bal kwijt is. Arzani. Weer voor zijn eigen kans. Maar nu raakt hij de paal. Wat een mooie trap was dat van die Australiër. En weer ontsnapt PSV aan een achterstand. Corner van Arzani. Boussaïd is hier. Nu kan Jong PSV gaan counteren. Heel veel spelers van Jong Utrecht voor de bal.
Tielemans. Fofana. Tegenover Van der Kust. Fofana en bijna raak. En dat was dan zo'n beetje op het konto van Boussaïd te schrijven. Het wordt Lomwijk. Wie geeft het laatste tikje? Je zou zeggen, hier moet Utrecht scoren, maar ze krijgen de ballen niet in. Ook Mokono niet. Boussaïd, Mokono. Vrommelt zich er langs, Mokono. Maar als de ruimte kleiner wordt, wordt het voor hem ook lastiger. Lomwijk laat zich makkelijk vallen. Duel met Christinsson. Hier komt de vrije trap van Jerdy Hilterman. En dat is best een lastige bal voor De Lange. Zo zit de extra tijd erop. En is 1-1 denk ik uiteindelijk teleurstellend voor Jong Utrecht. Omdat het ontzettend vaak dicht bij de 2-0 was. En uiteindelijk de 1-1 moest incasseren. Christinsson zit er nog meer in voor Utrecht. Wordt nog een overtreding gemaakt door Lomwijk. Maar dit kan door Fofana. En hij zit er nog bijna in voor PSV. Uiteindelijk is de redding van Ulschlegel net voldoende. En zo bleef het spannend tot de laatste seconde. En eindigt het tussen Jong PSV en Jong FC Utrecht in 1-1. Dat had zomaar anders kunnen zijn. De beste kansen in de tweede helft waren voor Jong Utrecht. Maar alleen PSV scoorde na rust. En dus eindigt het hier op de hertgang, onbeslist. Matthijs, moet ik je feliciteren met je doelpunt? Of ben je teleurgesteld dat je hier niet met de 3 punten van het veld bent gestapt? Ja, het is altijd lekker om natuurlijk te scoren als je invalt. Maar ik denk, ondanks dat we het moeilijk hadden in de wedstrijd. En we op het einde een beetje lastig hadden omdat Utrecht kwam aandringen. Dat er toch misschien nog wel iets meer in zat. En zeker ook omdat ik nog die andere kant zat. Dat is wel zonde, maar uiteindelijk wel blij met die ene goal. We begonnen goed. Eerste 8 minuten. En daarna kregen we er heel moeilijk druk op. We waren slordig aan de bal. We hebben heel veel ballen breed ingeleverd. En we wisten dat hun snel zouden counteren. En dat hebben ze ook gedaan. Ik denk dat je tevreden mag zijn dat je maar met 0-1 achter staat. Nou, in de rust hebben we wat beelden laten zien van de eerste helft. Zowel wij aan de bal als zonder bal. En we hebben wat dingen aangepast om er iets meer druk op te krijgen. 2 keer gewisseld. De jongens hebben er heel veel energie in gegooid. Ik denk dat je op het eind tevreden mag zijn met een puntje. Ja, zij krijgen daar nog een paar grote kansen. Een bal op de paal. En uiteindelijk kun je hem daar zelf ook nog binnenglijden met Jorbe. Ja, je hebt een kansje met Fordé. Die schiet, maar misschien Joël moet aanspelen. De laatste, Jorbe is te laat. Zij op de paal, op de lat. Veel momenten 1-1 met Dennis. Kan ik wel leven met een puntje. Hoe zijn verder deze weken voor je? Want ik neem aan voor een jonge voetballer die zijn eerste minuten mag maken bij Jong de afgelopen weken, moet dit mooi zijn? Ja, het is prachtig om nu de overstap te maken van de onder 18 naar Jong toe natuurlijk. En om er ook nog veel minuten te maken is natuurlijk erg leerzaam. Want je speelt hier gewoon tegen grote mannen. Gewoon, het is volwassen voetbal. En als je daar uiteindelijk mee kan draaien en daar je minuten kan pakken, dan ontwikkel je denk ik heel erg als speler. En proberen volwassen te worden en sterker te worden. En dan beslissend worden voor deze ploeg. Ja, beslissend worden voor de ploeg. Dat schort er een beetje aan, als ik toch een kritische vraag mag stellen de afgelopen weken. Want je kwam een paar keer in scoringspositie. Wat doet dat met jou als jonge speler? Dat is natuurlijk balen. Het is goed dat je in die positie komt natuurlijk. Maar op dit niveau moeten die ballen eigenlijk hangen. Want je hebt maar een paar van dat soort momenten per wedstrijd om een wedstrijd te beslissen. En daar ben ik nu ook tijdens de training en na de training aan het werken om dat beter te krijgen. En als je dan eenmaal beslissend bent voor je ploeg, dan kun je uiteindelijk grote stappen gaan maken, denk ik. Hoe heeft Peter deze wedstrijd beleefd, denk je? Heb je hem al gesproken? Ja, ik heb hem gesproken. We hadden een beetje dezelfde idee over de wedstrijd. Maar goed, ik denk dat iedereen wel, degene die de wedstrijd heeft gezien. Ja, voor hem was het ook vreemd. Hij moet in één keer alles afgeven. We hadden de rollen omgedraaid. Hij had de voorbespreking gedaan. Ik deed de wedstrijdbespreking. Ik deed de gesprekjes met de spelers. Voor hem is het ook heel vreemd om daar te zitten en geen invloed te hebben op je eigen elftal. Maar uiteindelijk heeft hij me gefeliciteerd. Blij dat we een puntje hadden dat er niet meer in zat.